Tom, ik zit even te kijken. Dat jullie het veld afliepen, hier in de catacomben stonden wat spelers. Het lijkt een begrafenis. Is dat in de kleedkamer ook zo? Ja, we zijn natuurlijk wel zwaar teleurgesteld, ja. Wanneer eindigt dit? Waar eindigt dit? Ik hoop heel snel. Wie geeft je de schuld? De schuld? Ja, iemand moet schuldig zijn. Nou, wij met z'n allen. We doen het met z'n allen en wij pakken de punten niet, dus we zijn hier allemaal schuldig aan. Ik kan me voorstellen dat je vandaag een keer zegt van nou ja, we zijn met z'n allen schuldig, maar QW was misschien net een beetje meer dan de rest. Pak die rode kaart, terwijl jullie goed bezig zijn en gelijk maken kunnen maken. Ja, inderdaad, we waren goed bezig, we hadden zonder druk. Dus we kwamen er niet echt meer af, denk ik. En het was geen handig moment, inderdaad. Wat zeg je dan, als je kleedkamer binnenkomt tegen hem? Ik heb hem nog niet gezien, want ik moest naar boven om... Volgens jullie publiek was de scheidsrechter een hoerenjong. Wat vond je ervan? Ja, kijk... Hoor ik een paar mensen zingen? Ja, ik hoor het ook wel. En dat is natuurlijk niet goed, maar het publiek heeft emoties. En ze voelden zich benadeeld. Wij ook. Maar ik weet het niet goed natuurlijk. Ja, vond je ook dat scheids een beetje de verkeerde kant op floot? Nou, er gebeurt volgens mij een paar seconden van tevoren. Maakt Jan Baks een soort gelijke overtreding. Die krijgt geen kaart. En voor Quervas trekt hij hem wel. En dat is gewoon jammer.